tolven bent, is dat sneu? Als dan in jou op een kwalijk geest? Wat zou Sabatini ervan denken? Dat ik op een houten skimmel zit, in een draaimolen, en dat zij dat zocht. Sabatini, maar haar echte barsten. Lewis zocht haar nou voor het eerst oor. Haar donkere ogen sprankelen. Koog in praat ze verder. Hoe Sipke juist in de zweef ziet, in zijn sneu bakje. In en werk gieselend, dat is Tjemma. Toch Sipke had ik een gieselmakker, fysiek. Hij hong er heel uit, een heel eind, uit dat bakje. Onder het kjetling trog, met zijn lange brieke poorten. Sabatini vindt zweven sneu, op een houten hinder zitten. Dat is dan echt sneu. Of sneu er nog. Sneu, sneu, sneu. Littense Merken is een boek dat eigenlijk besteedt uit twee boeken, twee verhalen. Het ene verhaal speelt om Ouwe en Jantje de Eeuw. Het gaat over dominee Lauwerman en zijn vrouw Eeuwtje. En dominee Lauwerman, dat die wat een type kamergeleerde. En hij voelde hier net boven de houdelijkse plichten, dus dat weer van hem een hele strijd. Het andere verhaal, dat speelt om Ouwe in Jantje Santig en het gaat om twee jonge Luwe. Luwe en Sabatini, dat is een famke dat letter in het water te ween komt. En Luwe, ja, het is wat een autistisch jongetje, maar ik kan wel aardig leren. Maar de hoed aan de rand, hij heeft daar geen doel hoor. En Sabatini die squat hem een beetje terug de tier. Ik heb dit boek eigenlijk betocht op een fiets. Omdat ik ben hier oud, ik werk in Snits. En wat ik onderwijs u denk, dat schreeuwt dan jongens op. En dan heeft dat jongens opschreeuwen. En dan horen de uitzichten op die fiets van Snits. En dan denk je, hé, dat maakt oors. Dan ben ik daar en dan zit te denken hoor, in je regel, in je zin, in je woord. En dan binnen dagen dan schreeuwt strijd zien. Maar dat had ik wel eens 12, 3 maanden stil en alles. Ik zeg net zei ze vrouw, dat ze het wist, is een boek van een goede vrouw aan het zien. Maar ja, dat is wel weer.